Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag iets helemaal anders. De mensen die mij een beetje volgen of kennen weten dat ik actief ben op TikTok, waarbij ik vragen van mensen beantwoord. De vraag om nog eens een koktik, noemen ze dat dan, te maken, en waarin ik laat zien hoe ik kook, die komt regelmatig terug. Daar heb ik gisteren een hele dag mee bezig geweest. Eerst en vooral om hem op te nemen en nadien een paar uur om hem te monteren. Die heb ik gisteravond nog gepost op TikTok. Helaas, maar kijk ik deze morgen, het geluid is weer gedempt. Het is ondertussen al de derde video, denk ik, waarbij ik het voor had. Ondertussen is hij op TikTok terug verwijderd. Zij doen dat als zij een liedje herkennen waarmee zij niet akkoord gaan dat je dat gebruikt, dan halen ze het geluid eraf. Nu wilt het feit, de video's die ik maak en het geluid dat ik daaronder zet, daar betaal ik wel voor. Ik betaal een weliswaar een klein bedrag, maar ik gebruik royalty free music, waarvoor je wel een klein stukje betaalt om de rechten daar mee te mogen van gebruiken, om ze in uw video's te gebruiken. Klaarblijkelijk weet de computer van TikTok dat niet en die halen het geluid er dus af. Maar omdat ik er zoveel tijd in gestoken had, vind ik het een beetje jammer om hem toch niet te posten. Dan weliswaar niet op TikTok. Maar dus ga ik hem hierachter laten zien. We maken een gazpacho. Dus ja, het formaat van de video gaat ook anders zijn natuurlijk. Want TikTok is een portrait mode videoplatform. Dus het beeld gaat een beetje anders zijn. Maar geniet toch alvast van het videootje. En tot de volgende keer. Hoe kan je als blinde koken? Op algemeen verzoek nog eens een koktik vandaag. Vandaag een fris tussendoortje. Je kan het ook als voorgerechtje of iets dergelijks. Een gazpacho gaan we maken vandaag. Ik heb al water opgezet dat dat kan beginnen koken om de tomaten te pellen. Nu heb ik een kom bij mij. Daar gaan we wat broodresten nog wat in doen. Dat gaan we in stukken scheuren. Voilà, ons brood is in stukjes. Dan gaan we daar olijfolie over gieten. Nog wat de komijn. Ik herken de olijfolie aan de vorm van de fles ten opzichte van mijn andere flessen. De komijn, daar staat het, heb ik een braillabeltje opgemaakt. Dus gaan we daar wat komijn in doen. We gaan daar ook 2 teentjes look in persen. Dan gaan we dat mengen. Dan neem ik 2 tomaten. Daar gaan we dan kruisjes in zetten. Je voelt ze van onderaan je tomaat altijd een puntje. Het is de bedoeling dat je zo recht mogelijk over dat puntje. Hier heb je zo'n puntje. Zo recht mogelijk over dat puntje snijdt. Dus we gaan daar een kruisje in maken, zodanig dat dat wel gemakkelijk loskomt. Dan gaan we een schuimspaan. Dan gaan we die in dat kokend water even leggen. Dan gaan we een keer voelen met de schuimspaan of de tomatenpellen los is. Ik haal er zo 1 even uit. We draaien die. En ja, het vel is los. Dan gaan we die onder koud water afspoelen. Voilà, dan kunnen we die al pellen. Je ziet, dan komt die pel daar heel gemakkelijk af. Onze tweede tomaat. Dan gaan we de tomaat in stukken snijden. Dan komkommer schillen, want de schil van de komkommer is nogal redelijk bitter. Nou, dan mag dat in een blender. Ons brood mag daar dan ook bij. Dan doen we daar ook nog 2 deciliter water bij. En dan gaan we blenden. En nog wat afkruiden met peper en zout. Nu ben ik met mijn stomme kop natuurlijk nog iets vergeten toe te voegen. Namelijk rode wijnazijn, nog 2 lepels. Voilà, tot de volgende.